Yo allemaal, ik ben Floris van Dierenpraat TV. En ik Noelle van Burgershow. En jullie kijken weer naar een nieuwe aflevering van Floris en Noelle, of Noelle en Floris, werken in de dierentuin. En vandaag gaan we mee met iemand van de plantendienst en we zijn hier in de bush, zoals jullie zien. Heel gaaf, je ziet honderden planten, bloemen, van alles. Maar je voelt het ook, want het is een bloedje heet. Het is niet normaal. We gaan snel naar hem toe en hij gaat ons dus leren hoe het hier werkt. Ze doen hier natuurlijk van alles, snoeien, planten, stekken, we weten het niet. Hij gaat het uitleggen, dus ben je benieuwd? Dan moet je blijven kijken. En we hebben een afspraak met plantenverzorger. Rinke. Met Rinke. Hi. Hallo. Hallo. Nou, bedankt dat we een dagje met jou mee mogen lopen om precies te ervaren hoe het is als plantenverzorger in een dierentuin. Ja, hartstikke leuk. Gezellig. Want wat doe je allemaal, Rink? Eigenlijk is het super gevarieerd. We doen heel veel. We zijn bezig met water geven, snoeien, planten stekken, zaaien, blad knippen om te voeren aan sommige dieren. Gaaf, zeg. Ja. Zo, best wel een gevarieerde baan. Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Hallo, hè. Ja. Nou, wij zouden dus eigenlijk wel eens een keertje met je mee willen lopen en dan die verschillende dingen leren en kijken hoe het is als plantenverzorger. Ja. Nou, dat mag. Hartstikke leuk. Oké. Okay. Leuk, zeg. Waar beginnen we? Precies. Ik denk dat we beginnen met stekken van planten. Oh, leuk. Dus ik heb een paar planten daar, die wil ik heel graag stekken. Ja. Dus daar knippen we een paar stukken af en die gaan we dan op onze kwekerij oppotten. Heel leuk. In de kwekerij. Heeft Burg zo'n eigen kwekerij? Ja, meerdere zelfs. We hebben er eentje hier in de bush. Die zit hier achter in de rand van het dak. Ja. We hebben er eentje in de desert. En bij de mangroven is een speciale aparte kas voor de mangrovenplanten. Leuk. Oké, dit zijn plekken waar ik nog nooit ben geweest. Nou, heel goed. Kom maar mee. Leuk. Ja, nou deze plant wil ik graag stekken. Kijk even deze plant, Floris. Dit is echt, dit wil je toch in je huis. Wat een bladeren. Dit is echt. Kijk, zo groot is mijn hand. Dit is niet normaal. En hoe mooi ook. Hij heet Colocasia. Hij heeft ook een hele lange moeilijke naam, maar dat zullen we achterwege laten. En het is een super mooie plant, die willen we graag op meer plekken laten zien in de bush. Ja. Dus als we hem stekken, dan kunnen we hem eerst op de kweek zetten. En als de stekken dan gelukt zijn, dan zetten we ze weer in de hal neer. En jullie doen het dus met stekken door die hele bush, door weer nieuwe planten op nieuwe plekken te krijgen? Ja, het verschilt. Soms doen we stekken, soms doen we echt zaaien. Ja. En soms dan ruilen we planten met andere tuinen. Dus dan gaan we ergens heen en dan geven we planten of we komen er een paar ophalen. En zo proberen we een gevarieerde collectie te krijgen. Wauw. Ja. Maar ik ben echt heel benieuwd hoe je zo'n plant stekt. Want hij is zo erg groot. Ja, klopt. Deze is redelijk makkelijk op zich. Kijk, als je die bladeren opzij houdt, hier zie je het denk ik wel. Kijk, hier zie je eigenlijk al hele kleine plantjes ontstaan. Ja. Die plantjes die kunnen we een beetje uitgraven met de hand en dan knippen we ze gewoon af. Dus dan knippen we de grote wortel door. Ja. En dan knippen we de bladeren eraf en dan kunnen ze in een potje en dan wordt het een nieuwe plant. Ah, okay. Dus zo werkt het. Heb je ook een mes bij? Ja, tuurlijk. Ik heb een snoeischaartje. Nou, en zo hebben we dus eigenlijk al een klein plantje. En die kan in een pot op onze kweek. Zo, dit is echt een keer. Best wel groot eigenlijk. Ja, best wel al, hè? Stekkie. Ja. Van de bush. Leuk. Ja, okay. Mooi, hè? En wat doen we dan met deze? Nou, ik denk dat we eerst nog een paar nemen. Oh, ja. En ja, dan gaan we naar onze kwekerij en dan stoppen ze in potten. Okay. Stik jij deze in je zak? Dan kan ik het even proberen. Ja, dus nu zit hij een beetje vast. Ja, kijk, een klein beetje wortel mee kan krijgen als dat wil. Ja, zoiets denk ik. En dan kun je hem helemaal achter de wortel kunnen proberen af te knippen. Precies. Hier? Ja, een beetje rondom totdat hij los is. Kijk, daar heb je hem al volgens mij. We hebben hem. Dit is hem toch? Ja, dat is hem. Hartstikke mooi. Met? Ja, met een klein beetje wortel eraan. Ja, man. Ja. Je hebt echt gewoon. Er is ook een wortel, hè? Ja, inderdaad. En waarom is het nou zo belangrijk dat we dit doen? Voor de dieren, voor de planten? Nou, het verschilt een beetje. Deze plant gebruiken we gewoon omdat hij heel erg mooi is, omdat bezoekers er echt graag naar kijken. Ja. Dus deze proberen een beetje verspreid neer te zetten. Maar sommige planten doen we het echt mee omdat ze belangrijk zijn voor dieren, omdat ze bijvoorbeeld de vruchten eten of de bladeren. Dus eigenlijk zijn het heel veel verschillende redenen. Soms doen we het omdat een plant heel erg bijzonder is. En we er graag willen bewaren, dus dan stekken we hem en dan geven we hem aan andere mensen in andere tuinen, zodat we zeker weten dat ze behouden kunnen blijven. Goed, we hebben elke van deze stekjes. Wil jij het ook even proberen? Nee, ik denk dat we wel genoeg hebben aan deze twee, toch? Lijkt me goed. Laten we naar de kweek gaan. Wow, het is nog heter. Wow. Ja, klopt. Ik dacht dat het niet warmer kon inderdaad, maar ja, het is ook wel het allerwarmste stukje. Gelukkig staan de ramen open vandaag.
Ja, pittig, hè? Waar staan we nu, in Afrika? Nee, dit is het Zuid-Amerikaanse gedeelte. Op de kwekerij natuurlijk. Hier staan natuurlijk niet alleen Zuid-Amerikaanse planten. Dit is gewoon van alles door elkaar. En hier kweken we echt de meest belangrijke dingen. En die, soms planten we ze uit, soms staan ze hier gewoon om ze te behouden voor de toekomst. En hier kunnen we ook die mooie planten die we net gestekt hebben in potten stoppen. Kijk. Dus hier hebben we potjes en grond en zo. Ja. En dus hier dan daar een beetje aarde. Ja. Hier, dan kunnen jullie de eigen maken. Ja. Stop. We hebben hier een grote bak met grond. Die heb ik al gemaakt laatst. En in die grond stoppen we eigenlijk altijd een soort van gruis. En dat doen we zodat de grond niet te veel water vasthoudt, omdat anders de wortels gewoon wegrotten van het water. Ja. Dus je kunt hier op tafel planten neerzetten en een paar zandjes grond in de potten doen. En ja, een beetje gaatje maken en voorzichtig erin werken en dan de andere grond weer bovenop. En nu? En nu kunnen we de bladeren afknippen, twee. En dan laten we één blad eraan zitten. En dan gaan we weer herstekken? Nee, die twee bladeren gooien gewoon weg. Oké. Okay. Dat is gewoon omdat ze anders doodgaan. Dus het middelste blad dat bewaren we, dat is zeg maar deze. Ja. Die laten we zitten en de andere twee die kun je gewoon afknippen. En die gooien we weg. Een grote plant. Ja, deze gaan weg. Ja, die mogen in de bak hierachter. Dat is echt afval. Fantastisch. Oké, volgens mij is dit ook wel goed. Ja, ik denk het wel. Ja, zo, dan kunnen ze een klein beetje water geven en dan mogen ze op tafel erbij. Nou, helemaal top. Kijk, groeien jongens. Ja, het ziet er nu nog niet heel veel uit. Maar morgen zou je zien dat hij weer helemaal rechtop staat. Ja, en ik denk over een dag of 3-4, dan zie je dat hier een nieuw blaadje komt. En met 2 weken ja, eigenlijk gewoon weer een mooi plantje. Dan gaat het super snel hier. Ja. Oh, leuk. Je bent echt wel een beetje gewend aan deze hitte, volgens mij. Ja, op zich leer je er wel mee omgaan op een gegeven moment. Ja. En dat je groene vingers moet hebben als plantenverzorger, dat is één ding dat zeker is. Ja, dat klopt. Maar wat zijn nou andere dingen waarvan je denkt, ja, dat moet je echt hebben als je plantenverzorger wil worden? Ja, ik denk vooral passie eigenlijk voor groen en voor natuur. Mm-hmm. En heel veel interesse en zin om dingen uit te zoeken. Ik denk dat het belangrijkste is dat je echt zin hebt om uit te zoeken wat voor plantje iets is als je niet zeker weet. En dat je graag wil weten hoe je een plantje kan stekken of... Ja. Welke planten giftig zijn en welke niet en zo. Mm. Ik denk dus dat je eigenlijk vooral heel veel interesse nodig hebt. Ja. En hoezo heb je dan gekozen om in een dierentuin te gaan werken in plaats van in Hortus Botanicus of zo, waar geen dieren zitten? Heb je ook wel met dieren? Of? Ja, goede vraag. Eigenlijk een beetje bij toeval zo gelopen. Ik dacht, ja, probeer het gewoon. Misschien is het wel leuk. Zonder van tevoren eigenlijk heel veel kennis te hebben van het hele tropische gedeelte. Want we doen natuurlijk ook buiten een hoop. Ja. En eigenlijk zo gaandeweg een beetje naar binnen toe gerold, zeg maar. Leuk. Dat, ja. Ja, het is wel een unieke werkplek. Dat kun je wel zeggen, ja. Plantenverzorger. Ja, super bijzonder. En je vertelde net ook dat je dus sommige planten gebruikt, die stek je, maar de andere die doe je ook aan dieren geven. Ja, sommige planten die voeren we inderdaad aan de dieren of wij knippen ze en we geven ze aan dierverzorgers en die voeren het dan weer. Dus als je het leuk vindt, kunnen we dat een en ander knippen. Ja, zeker. Oké. Ja. Helemaal goed. En die snoeischaar weer mee. Ja, die heb ik hier. Ja. En dus niet iedere plant kan je geven. Het zijn echt weer speciale planten die de dieren eten, die jij dan afknipt. Ja, klopt. Eigenlijk is het belangrijk, bijvoorbeeld zo'n palmpje zoals deze. Sommige planten hebben dus heel veel vezels in de bladeren, zoals deze. En dat zie je wel. Dat is heel stug. Ja. Dat is voor dieren helemaal niet fijn om te eten. Ze zoeken eigenlijk planten uit met zachte bladeren. Want die vinden ze het over het algemeen wat fijner om te eten. Nou, dit is bijvoorbeeld een plant die we heel veel voeren. Dit is hibiscus. We hebben heel verschillende soorten hibiscus. En die bladeren zijn best wel zacht. En zeker die jonge bladeren zijn echt super licht groen. Oh ja. En dat, dat eten de apen op de rimba bijvoorbeeld best veel. Maar hibiscus is echt iets wat heel veel gegeten wordt door bladetende dieren. Ja. Dus we kunnen wat takken afknippen. We maken iedere dag een bosje met 1 of 2 goede handen vol. Ja. En het wordt dan opgevoerd. En dat is gewoon als snackie voor de apen of is dat echt deel van hun dieet? Nee, het is echt deel van hun dieet. Het is heel gevarieerd. Ze proberen veel verschillende soorten te geven. En dat is gewoon echt onderdeel van wat ze iedere dag eten krijgen. Maar zie je het dan echt als slaap voor apen? Oeh. Ja, ik weet niet of het zoet is voor ze of dat het heel bitter is of hoe zij dat ervaren natuurlijk. Maar ze hebben het in ieder geval graag, dat weet ik wel. Ja. Nou, snoeien. Ja. Ja, zoiets is prima. Dat is wel mooi. Hey, die is mooi. Deze hier zo, als je die helemaal kort knipt, kan ook wel.
Ja, we kunnen nog wel een paar doen. Dan kunnen we nog wel één andere soort erbij doen. Dan hebben ze twee soorten vandaag. Ja. Dan hebben ze het goed voor elkaar. Brilancea heet het. En we hebben, kijk, daarachter staat er eentje in bloei met die mooie paarse bloemen. Oh, wat mooi. Ja, super mooi, hè? Dit mag echt gewoon zo wegknippen. Ja, die kun je ook helemaal laag knippen. Speelt zoet echt super hard. Dus dat. Het zakt hier echt gewoon super rijk. Ja. Zo, kan ik het pakken zo? Aanpakken? Ja hoor, kan wel. Ja, dan kun je wel, als je nog twee of drie van die takjes erbij knipt, dan hebben we genoeg, denk ik. Zo dan. Ja, je bent je tuin aan het knippen. Ja. Die is het helemaal niet mee eens. Ja, ik snap het wel. Oké, maar is dit genoeg voor de apen? Ja, het is niet heel veel, maar dit is meer dan genoeg voor één dagje. Voor één dag? Ja, en morgen brengen we weer. Goed, okay. gaan we het wegbrengen, denk ik. Ja, naar de apen. Van de apen. Ja, dit is het binnenverblijf van de apen. En hier leggen wij de bladeren iedere dag neer voor de dierverzorging. En die voeren ze dan weer. Oké, is goed. Nou, dan leggen ze hier neer en dan gaan zij weer de rest doen. Ja. Precies. Dus dit was eigenlijk een kleine sneak peek van jouw werk als plantenverzorger in de bush. Ja, maar ben je dan eigenlijk plantenverzorger van heel de dierentuin? Ja, we doen. Vroeger was het gescheiden en sinds een paar jaar is het eigenlijk één groot team. Dus we doen samen binnen en buiten. Ja. Maar er zijn wel mensen die meer binnen staan en mensen die wat meer buiten staan. En daar waar het nodig is, staan we met z'n allen binnen of buiten. Ja, cool. Precies. Ja. Oké, nou Rinke, ik zou het wel weten. Ik zou, naast dat ik heel veel van dieren hou, ook plantenverzorger willen worden. Nou, mooi. Maar ik vond die hitte in de bush wel extreem. Ja, dat is het ook hoor. Ja. In de winter is het gelukkig wel veel minder, maar in de zomer kan het wel echt warm worden, ja. Mm-hmm. En wat vind jij ervan? Ja, ik vind het wel super gaaf met al die planten en de stekjes. Maar ik merk wel dat de dieren vind ik wel echt, ja, vind ik nog gaver. Maar door die combinatie, dat je nu die planten aan de dieren kan geven, zou ik het misschien wel overwegen om dat ooit wel eens te doen. Hey, Rinke, bedankt voor al je mooie kennis over planten. Nou, heel graag gedaan. Deze. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Hey, en zit je nou thuis en denk je van, ja, ik vind het ook super gaaf als planten verzorgen. Laat het even weten in de comments, want vinden we alleen maar leuk om te zien. Ja, maar of misschien een ander beroep in de dierentuin. Laat het weten waar jij zou willen worden. En stel je wil wat zien, laat het ook weten, want wie weet gaan we het in de volgende aflevering wel voor jou uitzoeken. Oké, voor nu een duimpje omhoog. En hier beneden abonneren en check even beide kanalen, want er komt alleen maar gave content. Later! Doei doei!